Goedenavond, welkom bij Noord Vandaag. De eerste najaarsstorm is een feit. En dat hebben we geweten ook. Ja, prachtige beelden. En Rob, we hebben jou vandaag met alle liefde de storm ingestuurd. Ja, mijn hele haar in de war. Ja. Ja, overlast door storm. Maar één iemand die stapte vanochtend in ieder geval juichend uit bed. Onze weervrouw, Harma Boer. En morgenavond gaat de musical over Jacques d'Ancona in première. En vandaag worden de laatste puntjes op de i gezet. Even alle vaagheid op een stokje nu. Haar stem lijkt in de verste verte op Brandy Crawford. En haar microfoontechniek lijkt nergens naar. Misschien moet ze thuis maar eens flink gaan oefenen met de afwasborstel. Ja. En Tristan, wat heb jij? Ja, na al die stormellende van vandaag heb ik nog even wat echte humor om te lachen bij FC Emmen. Ah, ik kijk ernaar uit. Dat straks. Maar eerst, een bende van 10 personen heeft gisteren een boerderij in Alteveer overvallen. De 4 bewoners raakten gelukkig niet gewond. Wel is een nog onbekend geldbedrag meegenomen. De politie staat voor een raadsel. De overval vond in deze afgelegen woning plaats, net buiten Alteveer. Op dat moment waren 4 bewoners uit Bulgarije in de woning toen een groep van 10 nog onbekende mannen het huis binnendrong. Met wapens, pistool, slag- en stootwapens. Ja, daar schrik je van. Ze hebben geld weggenomen. Dus voor ons in ieder geval heel belangrijk om te onderzoeken wie hierachter zit. De politie heeft direct een buurtonderzoek ingesteld, maar dat levert tot nu toe weinig op. Geen idee wat de relatie is tussen de bewoners van het pand en de mogelijke daders. Dus dat zijn we aan het onderzoeken. Ja, we hopen dat toch mensen iets bijzonders hebben gezien. Misschien niet direct om 6 uur die ochtend, maar misschien wel de dag ervoor. En zo'n grote groep mensen moet zijn opgevallen. En mogelijk is de dadergroep in diverse auto's vertrokken. Er was nog sprake van een motor. Dus ja, misschien slaan daar mensen op aan. En dan hopen we dat deze getuigen contact opnemen met ons. Ja, door de zeer zware windstoten vandaag braken de bomen als luciferstokjes af. Aanhangers waaiden over de weg. Ja, de eerste herfststorm raasde vandaag over onze provincie. Naast overlast leverde dit ook mooie plaatjes op. Waar komt u vandaan, meneer? Uit Waalwijk. Waalwijk, Brabant. En u dacht van, we gaan eens even lekker in de wind staan? Nou, nee, niet, maar het is wel interessant om hier naartoe te gaan. Wij zeggen, nou, in Brabant mag het er niet mee, want daar heb je de zee niet. En hier wel. En de wind. Ja, juist. Als we op een bootje zitten, vinden we het niet altijd even prettig, maar nu wel. Je komt speciaal hier naartoe omdat het zo lekker hard waait. Ja, ja, ja. Speciaal even samen met mijn vrouw even kijken. We hebben nu alle tijd ervoor, dus dit willen we even meemaken. Ja, Harma, jij stuit het de hele dag al. Ja. Maar ondanks hebben de orkaan gehad op Sint Maarten met windsnelheden van 300 km per uur. Ja. Van dit dan nog mee. Ja, jawel. Ik bedoel, dat kunnen we ons totaal ook gewoon even gelieking met trekken. Helemaal niet. Dit is gewoon een Noordelijke met windkracht 9 à 10 langs de kust. En windstoot die dan ja, wel boven de 110 km per uur kwam. Pieter Buren, die had zelfs 117 km per uur in een roodschaal 111. Daar waaide het hardst vandaag? Ja, langs de kust inderdaad. Ja. Tenminste hier in de provincie. Verder het land in, dan kwam de hogere windsnelheden voor. Ja, en dat is gewoon genieten. Ik bedoel, de eerste echte storm, want dit is een meteorologische haast en dat is prachtig. Maar de vrouw begon het al direct kijken voor of dat de wind inmiddels aan het aantrekken is. En hou snel of dat het gaat. En hou weer wat die depressie uitduikt wanneer dat richting de Duitse bocht gaat. Ja, ja. Dat is al een adrenaline kick de hele dag. Jij stuit er gelijk al bed uit. Ja, zo weet je wel. Eigenlijk, ja, hè? Ja, heerlijk. Tristan, je hebt ook heel veel plaatjes en stormbeelden. Ja, dat kun je wel zeggen. En we hadden het net al even over Sint Maarten. Gisteren zat hier Aukje de Haan aan tafel. En ze vertelde over haar. Ze was in Sint Maarten, moest daar schuilen. Ze zijn er met zonder kleerscheuren van afgekomen. Dat is allemaal goed gegaan. Ze woont in Groningen. Vandaag klapt de zolderraam open. Grote waterschade. Dus, dat zal je maar overkomen. Onvoorstelbaar, ja. Deze jongen die had iets meer geluk. Die fiets hier vlakbij bij de mediacentrale. Het lijkt fout te gaan, maar hij herstelt zich toch nog even. Moet je zien hoeveel moeite hij heeft om weer op die fiets te stappen. Het is. Kijk, hij valt bijna om.
En hier de jongens van Bos Marine Services. Die moesten het blauwe bootje, je ziet hem hier, gauw redden. Want die dreigt op de zeedijk te klappen. En wat hebben ze gedaan? We zijn even aan boord. Ze hebben deze man die ging op het bootje om weer terug in veilig water te brengen. En ja, het Stadspark, ik woon hier toevallig om de hoek. Die moet het nou doen met een boom minder. Deze is ook als een lucifertje omgeknapt. Ja. Nou, zag ik heb er helaas geen foto van, maar de voetballers van het G-team... dat is dus een team voor mensen met een beperking... Ja. Van voetbalvereniging De Noordpool in Uithuizen... die stonden vanmiddag om 2 uur wel gewoon lekker te voetballen op het veld. Okay. In de storm. Respect daarvoor. Harma, vorig jaar bleven zwembaden rond deze tijd langer open. Ja. Toen was het verschil ten opzichte van nu zo ontzettend groot. Ja. Toen was het wel 30 graden, toch? Ja, klopt. Maar ja, dan hebben we het ook de ene uiterste naar het andere. Want vorig jaar waren de eerste 2 weken van september waren nog nooit zo warm geweest. En we hadden op deze dag, 13 september, hadden we gewoon 30, 31 graden. En dat is nou misschien niet voor te stellen, maar dat was wel zo. Ja, en toen hadden we de hitte, dan zaten we in een hittegolf. Ja. En nou is het gewoon haast. En ook dat is mogelijk in september. Ja, en je hebt het allemaal meegemaakt vandaag, Rob. Oh, ik dacht, ik doe een rondje provincie. He, nou ja, ja, kijk maar. Het viel mee en het viel tegen. Oké. Okay. Riders on the storm. Riders on the storm. Het is de eenzame weg en die zijn ze aan het werk. Ja, dan moet je natuurlijk ook wel eens naar het toilet. Maar even kijken of er nog iemand op zit. Hallo? Is daar iemand? Oh. Kijk, het waait hier wel, maar het valt me toch een beetje tegen. Windje, hè? Het valt me een beetje tegen. Ja, maar dat komt door de wind van land is, hè? Ja, jammer, hè? Ja, jammer, hè? U heeft de container ondersteboven liggen, mevrouw. Ja, wat wil je al voor dit weer? Gaat het wel? Ja, het gaat wel. Gaat hier best tekeer, hè, meneer? Ja. Waait ze niet weg? Ja, hij waait soms wel weg. Ja? Als het hard waait, dan neemt hij een zwiep. Oh ja? Moet ik hem echt vasthouden. Oh ja, dan gaat hij... Dat hè? Dan gaat hij de lucht in. Ja, hij is maar 3 kilo. Wat gaat u doen? Ik moet even een boodschap bij de Jumbo. Oh, u bent niet bang? Nee hoor, dat bang niet, anders is honger. Er vallen een hoop takken van de bomen, hè? Ja. Waar moet je heen nu? Oude Grauwe Dijk. Wat is er gebeurd? Er ligt een tak op de weg. Ah. Dus daar gaan we nu mee. Je hebt er wel druk mee, zeg maar. Ja, heel druk. Dit hier is het Schildmeer. Ja, hier gaat het wel tekeer. Dit vind ik mooi. Toen kun je van genieten. Ga je niks te doen? Nee, daar kwam ik hier nooit, ja. Kom op jongens, erin. We zijn geen watjes. Geweldig. Mooie kerel, hè? Ja. Nou, dit was dus Eemshavenweg richting Rode School. Daar ging het wel goed de keer. Ja. Eemshaven zelf viel mee. Toen ben ik te Munten zelf. Nou, stond de wind vanaf land. Dat was een dikke tegenvaller. Ja. Toen dacht hij, dan moet hij hem het Schildmeer. Want het Schildmeer kan spoken. Ja, het Schildmeer staat er al bekend. Dat kan echt spoken. Daar ging, ging er om weg. Maar Arma, tak om te weg. Arma, een beetje mooi weer zou ook wel lekker zijn. Krijgen we nog een soort van Indian Summer? Ja, absoluut. Ja, dat komt wel. Daar hou ik je aan. Ja, nee, precies. Ja, dan wilst u direct overkomen. Dat begrijp ik wel. Maar nee, hoor. Toen zijn we met z'n allen te wachten op de regen. En dat waait me nou misschien al niet meer. Het is zo droog in Wotterham. Nou kreeg ik van de zomer en we door de wisselvallige zomer had. En dat het zich nou nog een stukje verlengd in september. En natuurlijk, hier achteraan komt weer een droge periode met mooi rustig weer. En ik verwacht ook zeer zeker nog wel dat de 20 graden gewoon weer hold worden. Alleen dan de komende 14 dagen zit dat er nooit in. En we krijgen een strenge winter, een heel mooi voorjaar en een prachtige zomer. En is er ook al verstand van? Nee, maar... Oh. Dankjewel, Arma. We gaan naar de orkane Irma die Sint Maarten in puin heeft gelegd. Heeft ook gevolgen voor het Groningse bedrijf Tubber. Dit bedrijf verhuurt 60 tot 80 boten op Sint Maarten. En die boten die zijn allemaal kapot. Ik ga er vanuit de beelden die we ook vanuit het nieuws zien... dat het echt erbarmelijke omstandigheden zijn. Het is een puinhoop langs de kust van Sint Maarten. En dat terwijl de boten juist in deze baai zijn neergelegd. De zogenaamde Hurricane Bay. Normaal gesproken liggen de boten, als er een hurricane voorspeld wordt... wordt die in een bepaalde baai gelegd op het eiland ter bescherming van de tornado's. Eén zo'n boot is ongeveer 300.000 euro. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
En er ligt al voor enkele miljoenen aan schade. Geen boten betekent geen inkomsten voor Tubber. En dat terwijl de kerstdagen en oud en nieuw eraan komen. De periode voor bootverhuur. Toch ziet Anne de toekomst rooskleurig tegemoet. Met vol vertrouwen. Ja, dus iedereen is blij na de kerst. En wij zijn ook blij na de kerst. Tristan, jij hebt een oproep. Nee, geen oproep. Een dankbaar bericht van Jacques. Ja. Hij raakte vorige week in de stad met zijn auto van de weg en zo in het water, in het Schuitendiep. Hier wordt hij uit het water getakeld. En nu, een week later, bedankt hij al zijn achternaspringers, zijn handdoekaanbieders, zijn koffieaanbieders. Hij zegt, jullie zijn allemaal geweldig. Bedankt, want zonder jullie hulp weet ik niet of ik het had overleefd. En hij zegt, hij heeft een boodschap. Hij zegt, jongens, als je een lifehammer hebt, dat oranje hamertje dat je in je auto hebt of hoort te hebben. Hebben jullie hem? Zeker. Ja? Zit hij ook vast? Want hij had hem waarschijnlijk niet vastzitten. Hij zegt, maak hem vast, want als je het water invalt, dan kun je er niet meer bij. En dus schijnt het zo te zijn, je moet hem een plafond vastmaken. Oh, ik zou hem... In je auto. Als hij over de auto over de kop gaat, dan kun je hem zo pakken. En als je hem niet over de kop gaat, kun je er makkelijk bij. Ja. Dus dat is altijd de goede plek. Er is een hele gedachte achter. Ja. Dus. Ja. Ik heb jullie aan het begin van de uitzending nog wat beloofd. Dat was die humor om te lachen bij FC Groningen. Glenn Bell, de oud-verdediger van de FC, die komt uit Stadskanaal. En die start dit seizoen daar bij FC Emmen. En hij mocht vandaag de longtest doen. En dat doen ze daar elk seizoen. Het gaat dan zo. Diep ademhalen. Als je klaar bent, blazen. Ja? Blazen. Hij trapt hem met open ogen in. En het blijkt dus dat deze longtest maximaal, dat is een traditie hier bij FC Emmen voor nieuwe spelers. Ja. Dat was tot nu toe een goed bewaard geheim. Maar of ze dit nou volgend jaar nog een keer kunnen doen, wil ik nog een keer zien. Ja, ik vind hem leuk. Eén keertje nog? Ja hoor. Komt hij aan. Dat is een heel oud apparaat trouwens, las ik vanmiddag. Ja. Het is een beetje als de plintladder bij bouwvakkers, hè? Ja. Zo kan hij wel weer. Is toch heerlijk, voetbalhumor? Ja. Geweldig. Dat wil ik zijn. Ja, ze balen als een stekker. De taxichauffeurs mogen niet meer over de voor hun zo geliefde kortste weg naar het station in Groningen, namelijk de Paatswoldseweg. Ze rijden volgens de gemeente te hard over de busbrug. Hier gaat het om. De busbrug over de Paterswoldseweg. Voor de taxichauffeurs een uitkomst, maar voor de omwonenden een crime, omdat die voor veel overlast zorgt. De gemeente heeft nu bepaald dat de chauffeurs er niet meer overheen mogen. Vervelend. Het is voor ons een prettige route, omdat die korter is, wat het prettiger maakt voor die klant, waardoor je weer een tevreden klant hebt. Je hebt geen last van files. De omwonenden hangen de vlag uit, want zij zijn nu verlost van hardrijders en overlast. Eindelijk, na anderhalf jaar klagen en 3 snelheidsmetingen, hebben ze toch besloten dat de taxis niet meer overheen gaan. Want die rijden tussen de 60 en de 80 kilometer per uur. En dat veroorzaakt trillingen hier en geluidsoverlast. Elke keer als een bus te hard rijdt of een taxi, dan klapt deze deur als je hem niet dicht hebt. Je moet hem echt dicht doen. Dus zoveel trillingen zijn er in het huis. De chauffeurs denken dat de ritprijs nu omhoog gaat omdat de taxis moeten omrijden. De klant heeft daar last van. Die voelt de pijn in de portemonnee. En daarvoor is het vervelend. Voor de omwonenden is de strijd nog niet gestreden. Na de taxis willen ze nu ook de bus weg hebben. Ik ben Jacques Tancona en ik pis azijn. Dat is toch een heerlijk titel van het nummer, of niet? Ik dacht, waar gaat hij nou? Ja, inderdaad. Dat is een van de nummers uit de musical over Jacques Tancona. Die gaat morgenavond in première. En vandaag worden de laatste puntjes op de i gezet. De musical voert ons door het lange en bijzondere leven van Tancona. Zo zijn we hier in de jaren 80, toen Jacques landelijk doorbrak als jurylid van de Soundmix Show. Met zijn voor die tijd harde commentaar. Vandaar het lied Ik ben Jacques Tancona en ik pis azijn. Alle vaagheid op een stokje nu. Haar stem lijkt in de verste verte niet op Brandy Crawford. En haar microfoontechniek lijkt nergens na. Misschien moet ze thuis al maar eens flink gaan oefenen met de afwasborstel. Juryleden waren altijd aardig en vriendelijk voor de kandidaten. En Joop van der Ende dacht, ik heb iemand nodig die iets anders kan laten zien. En dat heeft hij gevonden in Jacques Tancona. Heel goed gedaan. Ik zag jullie verstaan, fantastisch! Wat voor man is dat? Want ik hoor je zingen en ik pis azijn. Jacques Tancona is een man met
heel veel gezichten waarvan ik ook een heleboel niet weet. Ik ken een hele aardige, warme, vriendelijke, lieve Jacques die heel veel voor je over heeft en heel veel aandacht heeft voor mensen. En ik ken een afstandelijke Jacques waarvan ik niet weet wat hij er nou van vindt. En ergens schakelt hij daartussen. Op de dag van de première wordt Jacques 80 en zijn lange leven wordt dan ook gespeeld door meerdere acteurs. Waaronder Fred Rutting, waarvoor dat een uitdaging is. Hartstikke moeilijk. Ja, het is een zoektocht. Heel ingewikkeld. Wat laat je nou zien van iemand waar je maar een heel klein stukje weet? Waarvan je privé dingen moet laten zien, waarvan je niets weet? Ja, ik vind het heel ingewikkeld en spannend om te doen. Ja, Harma, welk beeld heb jij van Jacques Lecona? Nou ja, ik ken hem dan wel persoonlijk. We hebben elkaar wel eens de hand schud. Ja, vriendelijk, integer. Ja. Ja, hè? Ja. Ik heb hem hier wel eens gezien, hierachter in bij de visagie. En dan is het net alsof je beste vriend. Ik had hem nog nooit gezien. Maar hij zegt, hé, hoe is het, jongen? En het is heel, heel vriendelijk. Is ja, dat klopt. Ja. Ja, hè? Nou ja, de première is dus morgenavond in de stad Schouwburg in Groningen. En de musical is nog tot en met zondag te zien. Nou, tot zover deze uitzending van Noord Vandaag. Een hele fijne avond en graag tot morgen. Dag. We zeggen nou, in Brabant mag er niet mee, want daar had het de zee niet. En hier wel.